Duizenden lampjes, heel veel kerstbomen, 40 attracties en 4 themagebieden. Walibi Belgium is voor de allereerste keer geopend in de winter. The wonders of life got the prettiest side. Leuk te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Niels en vandaag neem ik je mee naar Walibi Belgium, waar we voor de allereerste keer het winter-event kunnen beleven, Walibi Winter. Walibi is geopend in 1975 en de naam komt eigenlijk van de 3 gemeentes waar we ons in bevinden. Ik zet ze even hieronder, want ik ga het niet eens proberen, want het is allemaal Franstalig, dat is niks voor mij. Maar goed, de kangaroo Walibi is dus veel later pas gekomen en het is dus niet vernoemd naar de Walibi. In de tussentijd zijn natuurlijk heel veel dingen veranderd, zijn er heel veel toffe attracties bijgekomen. Waaronder Popcorn Revenge, Psyche Underground, Conda en er is natuurlijk ook een heel waterpark bijgekomen. En die opent dit jaar 4 nieuwe glijbanen. Heel erg tof, maar daar komen we vandaag niet voor. Nee, we komen voor het winter event en er is heel veel te zien en te doen. Dus laten we gauw beginnen. Dit is dus de allereerste keer dat Walibi Belgium in de winter open gaat en we vinden hier duizenden lampjes, 40 attracties, 3 magische momenten en ook 4 themagebieden. Op dit moment bevinden we ons in Glowing Greeting en dit is het entreegebied. Hier vinden we onder andere een hele grote kerstboom van maar liefst 6 meter hoog. Vinden we ook heel veel lichtjes, mooie aankleding, speciale geluideffecten en reusachtige notenkrakers. En natuurlijk ook een meet and greet met Walibi himself. Maar hier kun je ook een parkeerticket halen en ik kan je nu alvast aanraden om dat gelijk te doen als je binnenkomt. Want voor 3 uur 's middags kost hij maar een tientje en daarna is hij 12 euro. Nu we toch in de winkel zijn, ze hebben hier ook heel veel leuke winterse merchandise. Wat dacht je bijvoorbeeld van echte Walibi kerstballen of een Walibi mok en natuurlijk ook echte Walibi's met een kerstmutsje op. Dat is toch hartstikke leuk? Het volgende gebied is Alpen Village en hier vinden we de oldtimer baan Melody Road. Melody Road komt uit 1979 en heeft speciaal voor de winter een kerstoverleg gekregen met 5 hele toffe scènes. Ik ben heel erg benieuwd, dus laten we snel een ritje gaan maken. Het is allemaal nep, joh. Het is allemaal nep. Oh, kapot. Oké, misschien was kerstoverlay een beetje te veel eer voor die attractie, maar goed, ze hebben er wel iets mee gedaan. Ze hebben hier ook meer attracties, want de Weerwolf is ook geopend, in tegenstelling tot de Bandit in Movie Park. Dus daar kun je nu in, als je dat leuk vindt. En je hebt hier ook een zweefmodus staan en ook de 4D bioscoop, daar draait een speciale kerstfilm. Maar het leukste van dit hele gebied is dat ze ook een hele kerstmarkt hebben en laten we daar nou eens even een kijkje gaan nemen. Je kan hier tussen de 9 en de 10 euro een tartie flatten halen. Geen idee wat het is, ik spreek het waarschijnlijk ook niet goed uit. Maar het ziet er eigenlijk een beetje uit, een soort aardappelschotel met spek en ui. Het is heel populair, er staat een hele lange rij, dus het moet wel lekker zijn. Wat dacht je anders van een broodje zuurkomenworst? Ja, ik ken het niet, het klinkt niet heel lekker. Ik ben ondertussen achtergekomen dat van de 14 kramen nagenoeg alles wel eten is. Maar hierachter vinden we ook een bar, dus ja, er kan ook gedronken worden. En dat doe je hier in Bourgondisch België, maar op en top. Ook hier kan je lekker je eigen marshmallows roosteren boven het vuur. En natuurlijk jezelf even opwarmen kan ook. Kijk hoe leuk! Nou, ik heb voor mijn beurt gepraat, want hier achter me vinden we dus ook al die merchandise die we net ook zagen bij het winkeltje aan het begin van het park. Ik zou het alleen niet hier kopen, dan loop je de hele dag mee te slepen. Doe het lekker als je het park uitgaat. Ja, dat scheelt weer een hoop vracht.
Het volgende themagebied is Frozenland en sinds deze zomer vinden we hier ook een nieuwe attractie. Hier achter me vinden we Silverton en Silverton is eigenlijk een carousel die vormgegeven is als een stoommachine. En je kan zelf bepalen hoe hoog je gaat in dit ding. De attractie is gemaakt door Technical Park en we vinden hier ook nog meer attracties, waaronder Pulsar. Ik kan het niet aanraden, maar wil je erin dan kan dat en de wachttijd is natuurlijk heel erg laag. En we vinden hier ook nog een hele grote tent. Ze hebben ook voor extra overkappingen gezorgd. Hier achter me vinden we de Crystal Pavilion. En hier kan je dus indoor schaatsen op een hele grote schaatsbaan. En het schaatsen is ook nog gratis. Ook hebben we natuurlijk een aantal hele toffe assistentjes waarbij je kan schaatsen, waaronder een rendier. En 3 keer per dag is er ook een lange ijsshow, dus zeker de moeite waard. En hier hebben ze ook gedacht aan een barretje binnen. Hier kan je ook allemaal lekkere dingen halen. Warme dranken, koude dranken en ook nog wat kleins om te eten. Ook vinden we het themagebied Exotic World in Walibi Belgium. Dat hoort weliswaar niet bij Walibi Winter, maar ja, het staat er nou eenmaal. Alleen is het momenteel niet zo exotic, want het is gewoon heel erg koud. Ze hebben alle palmbomen even ingepakt, want die kunnen niet zo heel goed tegen kou. En hier vinden we natuurlijk ook een aantal attracties, waaronder Tiki Waka en natuurlijk het beest van de Benelux, Conda. Vind jij het nou niks om 50 meter naar beneden te vallen en 113 km per uur te gaan door de ijskoude wind, dan kun je ook een Challenge of Tutankhamon. Dit is een interactieve dark ride en hier kun je gewoon lekker binnen zitten. En Conda in de winter. Goed idee. Het zit vast. Help! En het laatste themagebied vinden we aan de andere kant van het water, Polar Playground. En de naam zegt het al een beetje, we kunnen hier de kerstman ontmoeten, want ja, die komt natuurlijk van de Noordpool. Hier achter me staat een houten huisje waar je dus de kerstman kan ontmoeten. Worden een paar kerstelfjes voor je onthaald. Je moet alleen wel even geduld hebben, want er zijn heel veel mensen die de kerstman in het echt willen zien natuurlijk. Je hebt hier ook nog een aantal kinderattracties. Zo heb je de Mini Tour, dat is een treintje met allemaal mooie kerstbomen. En de Fun Pilot, een kinderachtbaantje. Hier staat ook nog een hele grote speeltuin, daar hebben ze allemaal kerstbomen neergezet, kerstversiering en allemaal leuke dingetjes. En hier is het weer helemaal kerst. Wil je nou ook naar Walibi Belgium, dan heb ik hier wat praktische informatie voor je. Walibi Belgium is geopend vanaf 16 december tot en met 7 januari. Elk weekend en vanaf 23 december ook heel de kerstvakantie. Het park is geopend van 11 uur 's ochtends tot en met 7 uur 's avonds. Behalve op 24 en 31 december, dan is het park om 6 uur al dicht. Mensen boven de 1 meter betalen 40 euro voor een kaartje. Mensen onder de 1 meter die betalen helemaal niks. Die kunnen gratis naar binnen. Dat is natuurlijk heel erg lekker, met name voor de kinderen. En gelukkig kun je hier wel gewoon gebruik maken van je Walibi abonnement. Als je die hebt dan natuurlijk. Er zijn ook allerlei soorten fastpassen die je kan aanschaffen. Er zijn 3 soorten in totaal. Vind je dit interessant? Check dan even hier te plaatsen hoe of wat. Want ja, het kan zomaar de moeite waard zijn. Nou, tot zover alle praktische informatie. Ik zeg aan je nog eventjes lekker genieten van de schaatsbaan. Want laten we eerlijk zijn, het ziet er gewoon heel erg tof uit. En ik ga je zo meteen vertellen wat ik er nou allemaal van vind. Maar we hebben nog 1 ding achter de hand, want er komt nog iets heel tofs aan. Ja, want ik had het natuurlijk over 3 magische momenten. Eentje was de schaatsbaan, eentje was de kerstman ontmoeten en eentje is dus Wonder Woods. En dat is een hele speciale ervaring. Kun je door een bos wandelen met heel veel toffe kerstverlichting en dat ga ik je nu laten zien.
En dat was alles wat je kan doen in Walibi Belgium. Althans, bijna alles. Want de winter-event komt pas echt tot zijn recht als het donker wordt. En het wordt op dit moment lekker donker, dus laten we eens een rondje gaan lopen door heel Walibi om alle sfeer te gaan snuiven. In de Alpen Village hebben we natuurlijk die autootjes waar we eerder in geweest zijn. Maar 's nachts ziet dat er heel erg tof uit. Ook hebben ze alle autootjes van lampjes voorzien. Ziet er gewoon heel gezellig uit. En over gezellig gesproken, achter me is dus die kerstmarkt. Overal lampjes die vuren, gezellig mensen aan het eten. 's Nachts is dat echt een pretje. En achter me vinden we natuurlijk de weerwolf. Kijk al die sterren erop. Het volgende gebied, Frozenland, ziet er ook heel erg mooi uit en alles is vormgegeven in thema van het hoge noorden. En daarom zijn de bomen heel erg wit. Hier vind je overigens Wonderwoods. Dat is alleen 's avonds geopend, dus wees er op tijd bij, want de rij is nu heel erg lang. Het cowboydorp is misschien niet een themagebied op zich, maar het is zeker de moeite waard om een bezoekje aan te brengen. In het donker dan weliswaar, want daar staat de Dalton Tower. En die is in het donker heel erg tof, want we hebben een heel tof uitzicht over heel Walibi Belgium. Afhankelijk aan welke kant die zit, dus misschien moet je er wel een paar keer meer in. En dat niet alleen, maar er staan een hele berg moving heads beneden op de grond en die volgen de Dalton Tower. Ziet er heel erg tof uit. Het lijkt zelfs een beetje noorderlichtachtig in de lucht. Heel vet. Ik denk dat Polenland hier achter me wel laat zien dat als je een beetje kerstviering ophangt, alles heel kerstig kan zijn. Heel gezellig hier. Ben je nou ondertussen helemaal verkleumd, dan kun je natuurlijk in de indoor achtbaan Psyche Underground. Deze heeft helemaal geen last van de kou en ook jij hebt dan geen last van de kou. En dan moet ik er wel even bij zeggen, we zijn hier vandaag op de allereerste dag van het winter event en er zijn behoorlijk wat attracties in storing. Wij hebben natuurlijk ook zelf al vastgezeten in Conda, maar er zijn heel veel attracties al geruime tijd dicht vandaag. Dus het kan een beetje zijn dat je niet overal in zou kunnen. Een aantal attracties die sowieso gesloten zijn, zijn onder andere de boomstammetjes attractie, de Rapid River hier naast me en ook de Vampire aan het begin van het park. Deze zijn allemaal gesloten, dus hou hier rekening mee. En daar waar we begonnen, daar sluiten we ook weer af, want ook hier in het entreegebied ziet het er fantastisch uit. En dat is heel erg slim, want zo heb je aan het begin van de dag een goede ervaring en aan het einde van de dag weer. Want laten we eerlijk zijn, het is hier fantastisch. Ik vond het een hele leuke dag vandaag. Ze hebben heel veel dingen heel goed gedaan. Ze hebben alles op bepaalde plekken gecentreerd, waardoor je dus hele toffe, sfeervolle plekken hebt. Ik ben zelf meer voorstander van alles over het hele park heen verspreiden, maar dan wel alles goed. Als je dat niet kan waarmaken, kan je het beter op een aantal individuele plekken doen en dan op de rest helemaal niet. Want er zijn een aantal plaatsen in Walibi Belgium waar gewoon helemaal geen aankleding is. En eigenlijk is het maar prima ook, want de rest ziet er fantastisch uit. Vond je het nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en ik ben ook wel heel erg benieuwd welk event vind jij tot nu toe het beste? Laat het even weten in de reacties. Wil je nou nog meer kerst-events zien? Check dan even deze video's hierboven. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.